Hallo en welkom bij Café Weltsmerts. Mijn naam is Thierzo Frances. En vandaag ga ik wederom in gesprek met Dos Winkel. Ja. Um, Dos, welkom. Tweede keer hè? Tweede keer. Ja. Dit is, uh, uh, we mochten nog een keer komen. Ja, Daar komen leuk. Daar eigenlijk op neer. Leuk. Um, wij hebben de vorige keer een gesprek gehad wat eigenlijk meer ging als een kennismaking met elkaar ja. en met Dos. Uh, de man Dos en wat hij allemaal doet. Uh, onderwaterfotograaf. Um, uh, oceaan beschermen. Oceaan, ja, dat is het punt. Eigenlijk, ja, maar eerst was je, wat was je nou je was, ik vergeet steeds het woord. Orthopedisch-fysiotherapeut. Orthopedisch-fysiotherapeut. <laughs> ja. uh, en ook met een stevige praktijk uh, ja. die je uiteindelijk verkocht hebt. En Lesgeef Instituut. En Lesgeef Instituut. Eh, en boeken weit. geschreven erover. Heel veel. Uh, flink wat dingen. Als je, daarop, ja. als je daarop zoekt, kom je ook al heel wat tegen. Ja, ja. Uh, ja. Dat heb je verkocht om je volledig te wijden aan de oceaan. Absoluut juist. Ja. En um, uh, mensen die de vorige aflevering hebben gezien, um, uh, die dat niet hebben gedaan, zou ik zeker uh, aanraden om dat nog even terug te kijken. Um, drie kwartier waarin de context uh, van toch wel eigenlijk in het algemeen de problemen rondom uh, de oceaan duidelijk worden. Ja. Aan de hand van het gesprek wat KV Weltschmidt leuk vond, hebben ze ons gevraagd of we er nog een paar willen doen uh, rondom het brede thema. Ja. En... Jij hebt gekozen om het als eerste te hebben over de kraamkamers van de oceaan. Precies. Wat zijn dat en waarom wil je het daar als eerste over hebben? Allereerst omdat ik helemaal gek ben van die ecosystemen waar we het dan over hebben: kraamkamers. Want dat zijn hele bijzondere ecosystemen. We hebben tien jaar op Bonaire gewoond en ik was daar heel vaak in de mangrovenbossen te vinden. Uh, dat is een prachtig gebied en ik, ik noemde het altijd mijn sprookjesbos. En ik kende bijna elke vierkante meter van dat sprookjesbos. En ik was er dan altijd tussen de getijden in. En dat zijn mangrovenbossen, dus bomen, planten, bomen. Uh, verschillende soorten die in zout of brak water leven. Uh, en daar waar vooral ook getijdenbeweging is, maar niet te veel. Ja. En daar groeien ze, daar voelen ze zich thuis. En die bomen, die bossen zijn ontzettend belangrijk. Maar ze zijn ook uniek om daar te zwemmen, te snorkelen, te duiken en te fotograferen. Is het een beetje eng? Ja, dat vinden veel mensen ja. eng. Ik, 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 en... Het lijkt me altijd een beetje eng om in mijn ja, bovenbossen te duiken. Eén, uh, je moet de weg goed kennen. Je moet dus wel altijd weer eruit zien te komen, want het zijn vaak echte Dolven. labyrinthen. Ja. Maar het is zo fenomenaal bijzonder. Uh, Mangrovebossen zijn kraamkamers omdat nu eenmaal heel veel vissoorten, de vrouwtjes dan, hun eitjes gaan afzetten in die mangrovebossen. En daar kunnen de jonkies in alle veiligheid opgroeien. Je hebt het dan over zoetwatervissen, zoutwatervissen? Nee, dat zijn gewoon zeevissen, zoutwatervissen. Zeeviss. Maar die gaan dat zoute en soms een beetje brakke water in, waar dan die kleine visjes kunnen opgroeien. En komt er dan eens een keer een roofvis... Dat Kan gebeuren, maar niet vaak, dan kunnen die diertjes in een fractie van een seconde zich verstoppen. Ja, en dat gaat razendsnel. En dat kunnen ze op open zee natuurlijk niet. En dan en dat... zijn ze prooi. Precies, dan zijn ze prooi. Dus mangrovenbossen noemen we daarom ook wel kraamkamers. En er zijn letterlijk over de hele wereld: er zijn 54 soorten mangroves. Die vind je allemaal in de tropen. Uh, zo rond de Evenaar en een beetje ten zuiden en ten noorden daarvan. En overal. Zijn het kraamkamers? Overal komen dus heel veel zwangere vissenvrouwtjes komen dus naar de mangrovebossen om daar hun eitjes af te zetten. Ja, en is dan de situatie zo dat. Want je zit hier om daarover te praten omdat ze worden bedreigd. Ja, uh, ja. Worden inderdaad. ze bedreigd door uh, bouw en mensen die daar projecten doen? Of worden ze bedreigd door milieuverzuring? Uh, ja. Dat soort dingen. Ja, je bent al meteen bij de bedreigingen. Dat vind ik prima. Ja. Maar nou ja, je wil het erover hebben. Ja, het punt is, ja. ze zijn prachtig en het ja. is. Maar ik weet nog heel goed Barbara, Papa toen ik klein was. Ja. Barbara, papa, Ik weet niet of jij dat hebt meegemaakt. Nou, als, ik heb het uh... al gehoord, maar ik heb er niet naar gekeken. Barbara, Onze kinderen was, wel. Ja, en we in de jaren zeventig ja. was een ontzettend, eigenlijk, een beetje. Voor het, ff, het was progressief, het was hippie-achtig. Ja. Uh, het was een teken, hij nam allemaal vormen aan en dergelijke. Maar stiekem hadden ze heel veel boodschappen over okay. het milieu ja, en ja. over hoe het met de wereld ging. Ja. En de mangrovebossen, dat is een heel duidelijk setje afleveringen hoe die bedreigd werden. Ja. Dat was dus in 1976. Ja. werden de mangrovebossen al duidelijk bedreigd. Dat klopt. Mijn kinderen hebben, waren gek op mijn papa, dus die hebben dat allemaal weer gezien. Daardoor wist ik weer dat ik, dacht, oh ja, oh ja, verdomd. En, ja. Um, maar dan is het dus zo dat als ze in 1976 al bedreigd werden... en we zitten nu een goede 40 jaar verder... Ja. Um, dan moet het verschrikkelijk slecht gaan met de koraalriffen. Nou, en daarom denk ik dat je het als eerste over wil hebben. toch? Of omdat het belangrijk is. Nee, nee, dat klopt. Dat klopt. Mangrovels zijn gewoon waanzinnig belangrijk. Want kraamkamers zijn natuurlijk nodig. Hè. Als je al een heel groot probleem hebt met overbevissing... en dat hebben we al vele decennia... Uh, Nederland viste al uh, heel uitgebreid in de 16e en 17e eeuw... maar dat was... Redelijk duurzaam. Er waren ook niet zoveel mensen. En uh, dat is natuurlijk in, in die tussentijd wel heel uitgebreid veranderd. Hè. We zijn met, de vorige keer nog gezegd, 7,6 miljard mensen. En dus in mijn leven alleen al zijn er dus uh, bijna 5 miljard mensen bijgekomen. bijgekomen ja, in, in een belachelijk korte tijd natuurlijk. Hè. Onvoorstelbaar. Maar goed. En iedereen wil toch kennelijk, bijna iedereen wil vis eten. Dus. Uh, dat gebeurt over de hele wereld en we noemen dat overbevissing. En dat gebeurt echt al vele decennia. Als ik nou even terugdenk aan een rapport van uh, niet de huidige Eurocommissaris Visserij, maar van twee daarvoor. Uh, Joe Borg, die heeft een zwart boek gemaakt over de Europese visserij. En daaruit bleek dat eigenlijk nog maar 8% van alle visbestanden redelijk intact was. Redelijk. De rest was ernstig bedreigd en 30% daarvan uh, zo ernstig bedreigd dat die bestanden, die visbestanden, op het punt stonden om uit te sterven. Nou, dat is nu ongeveer 10 jaar geleden en er is nog steeds in Europa nauwelijks iets veranderd. De vissers mopperen wel uh, over de kwotering die hen opgelegd wordt door Europa, maar er wordt nog altijd heel Zwaar overbevist. En de belangrijkste oorzaak daarvan, en nu heb ik het weer niet alleen over Nederland, maar wereldwijd, de belangrijkste oorzaak is dat er wereldwijd zo'n 30 miljard euro in die visserij gepompt wordt. Jaarlijks. Jaarlijks. In de visserij gepompt wordt. Als subsidie. Oh. Als subsidie. En ik neem en... aan dat mensen dat doen om er geld aan te verdienen. Visserij. Nou, kijk, het is zo. Die. die de mensen willen vis eten en die vis moet ergens vandaan komen. Die komt voor een belangrijk deel uit zee, voor een heel belangrijk deel ook van viskweek. Misschien dat we daar straks iets over kunnen zeggen, want dat heeft ook rechtstreeks met die mangrovenbossen te maken. Maar die vissen die uit zee komen, die worden steeds minder en minder en minder. Oké, okay, het Europees Parlement heeft wetenschappers, die dat, marinebiologen, die dan onderzoeken hoe het met de verschillende visbestanden staat. De tong, de school, de schuim, ja. de haring, de kabeljauw. En die brengen een wetenschappelijk advies uit. Maar hé, tot nu toe is het altijd zo geweest dat de wetenschappers zeggen: dat is wat je maximaal mag vangen. Dat noemen ze een quotum. Quota, meervoud. Die quota worden doorgegeven aan de Europese visserijministers. Die zeggen: ja, maar dat is, dan verlies ik stemmen als ik dit aan mijn vissers doorgeef. Dus dat kan echt niet en die gooien er gemiddeld, zo is het de afgelopen decennia geweest, zo'n 40% bovenop. Maar dat doen de vissers ook nog een keer, want er zijn altijd wel weer wegen te vinden. Sorry vissers, ik weet dat jullie boos op me zijn, maar het is niet anders. Uh, altijd wegen om die vis dan toch binnen te brengen. Wacht even, jij praat nu, deze opmerking was tegen de winkel die even tegen de vissers ja, zegt sorry. dat zei ik even. Ja, 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 sorry. Want ze maar, vinden het niet leuk wat nee, je Nee, ze vinden het niet leuk, maar het is wel zo. Ja. En de vissers zeggen natuurlijk over het algemeen: ja, maar er is echt nog wel vis genoeg. En uh, want we vangen nog altijd. Maar hij zit op zee, we zien het toch. Ja, er is maar meer ik, heb, ik heb ook heel veel vissers gesproken die zeggen: ja, het is, uh, ik ga mijn zoon dit niet aandoen, dat hij in dit vak verder moet. Begrijp ja. je, ja. ja. Want het gaat echt niet goed. En door die overbevissing hebben we dus veel minder vis in de zee, in het algemeen, globaal, wereldwijd. En daarom zijn die mangrovenbossen zo Ontzettend belangrijk en de andere kraamkamers waar we straks over gaan praten ook, want daar komen steeds minder vissen hun eitjes afzetten en die mangrovenbossen verdwijnen ook nog eens een keer. En dan wil je natuurlijk weten waarom. Waarom? Ja, ja de dus vraag had je eigenlijk ja, al gesteld. Ja, ja. ja, nou, er zijn allerlei redenen. Uh, mangrovenbossen vinden we dus in de tropen en niet in Nederland of België. Dus dit lijkt een beetje de ver van mijn bed show, maar dat is het niet. Wat gebeurt er met mangrovebossen? Men gaat die kappen. Eén, omdat het bossen zijn waar heel veel muggen zitten die graag steken. Ik ben daar vaak dus heel vaak in geweest met een 3 mm duikpak aan en dan nog werd ik door dat duikpak heen gestoken en kwam ik met echt met tientallen beten uiteindelijk uit dat water. Maar ik had wel hele mooie plaatjes Maar is het dan irritant? Ja, precies. Ja, ja. Voor jou is dat moeite waard. Nee, dat is irritant. En mensen die dan in de buurt wonen vinden dat vervelend. En dus moeten die mangrovenbossen weg. Dat is één reden. Muggen. Muggen. Steekbeestjes. De tweede reden is dat um, dat hout, dat is heel goed brandhout. En dat wordt dus gebruikt als brandhout, maar ook om houtskool van te maken. We hebben het heel vaak over derde wereldlanden, waar men onvoldoende materiaal heeft om een vuurtje te kunnen stoken. Nou, op het land is al heel veel verdwenen aan bos en hout, dus gaan de mangrovenbossen eraan. Daar maken ze houtskool van en het wordt ook gebruikt om huizen te bouwen. Dus mangrovenbossen verdwijnen geleidelijk aan, maar in een... ...behoorlijk hoog tempo. Maar worden die niet inmiddels dan op allerlei beschermlijsten gezet... Ja. En, ...en zijn er instanties die zich daarvoor inspannen om dat overeind te houden? Ik neem aan dat we dat met z'n ja allen doen. Ja en nee. Kijk, wij geven veel lessen. Namens C-First gaan we veel naar scholen. En dan vraag ik ook altijd... ...wie weet wat dit is? En laat ik een foto zien van een mangrovebos. We hebben ook foto's? Ja, we hebben foto's. Um, kunnen we die een, laten foto's zien? Van van een, van een foto laten zien van een mangrovebos? Vast wel. Um, ja. ...vraag je aan de regie. En, uh, dan laat ik zo'n foto zien... ...en daar is er soms één... Kijk. ...één kind... ...ja, dat is een mangrovenbos. Dit is wel mooi, dit is op Bonaire. En dan zie je dat die wortels... ...van af de stammen... ...van de mangrovenbossen... ...en de grote zijtakken... ...naar beneden lopen... ...onder water doorlopen... ...en daar begroeid worden... ...met allerlei algen en wieren... ...en, en zeeanemonen... ...en van alles en nog wat zit erop... En dan kun je je voorstellen dat jonge visjes zich daar heel snel tussen kunnen verstoppen. Want dat zijn maar hele kleine visjes. Ja, ja. Maar goed, die kinderen aan wie ik zo'n plaatje laat zien, die hebben geen idee. Er is er af en toe eentje die thuis hey, ja. veel hoort. Daarom vond ik Barbapapa ja, ja, Jij hebt dat gelukje gehad van Barbapapa. Maar de meeste kinderen weten het niet. En de meeste leerkrachten weten het ook niet. Hoe belangrijk die bankrovenbossen zijn. Nou, daar gaan we. Dus. Belangrijk als kraamkamer, maar bedreigd door houtkap, voor brandhout en houtskool en timmerhout. Bedreigd in veel tropische landen, omdat men gewoon die hele mangrovenbossen weghaalt, kapot maakt. En daar uh, rijstvelden gaat uh, ja, landbouw. beginnen. Ja, landbouw. Dus eerst droog maken en dan onder laten lopen met zoetwater en dan rijst telen. Um, dan het allerbelangrijkste. En het ergste, men gaat daar van die kraamkamers, gaat men viskwekerijen en skampiekwekerijen maken. En bijna alle tilapia, Vietnam hè, hebben we het nu over en zo, hè, in Vietnam, China, Thailand, Cambodja, ja. al die landen, bijna alle tilapia en pangasius en skampies komen uit die kweekvijvers. Skampies, veel mensen weten niet, zijn grote garnalen. Zijn toch? grote granalen. Ja. Maar wat men ook niet weet, wat men zich niet realiseert. en wat in Europa nauwelijks bekeken wordt, onderzocht wordt. is de vervuiling van die dieren. Want er worden natuurlijk veel te veel dieren. veel te veel vissen, veel te veel uh, scampies per kubieke meter gehouden. Geteeld. Ja, ja. maar het is een beetje. Met, biologen noemen het ook wel de nieuwe stresskip. Vis, de nieuwe stresskip, ja. de kweekvis. Ja. Want je kunt maar een bepaald aantal dieren per kubieke meter hebben. Heb je er meer, zoals bijna overal in die tropische landen gebeurt, dan worden ze ziek. Ja. Waar veel mensen bij elkaar vluchtelingenkampen. En dan krijg je dat ze. verschrikkelijke beelden heb ik gezien, dat ze de antibiotica erin gooien. En dat gooien ze natuurlijk eigenlijk dan in de mangroves. Of in de, in de, in de omgeving waar dat water is. De mangroves waren. Ja. En dat wordt daar. In grote hoeveelheden overheen gestrooid. Dat komt dus in die dieren terecht. In ontoelaatbare hoeveelheden. Er is gelukkig de laatste tijd wat meer aandacht voor. Ja. Maar als jij een tilapia eet. Of een pangasius die daar vandaan komt. Bijvoorbeeld uit de Mekong-delta. waar prachtige mangrovebossen waren. dan eet je wel een verdreide hoop antibiotica. en allerlei andere. Medicijnen die ze erin gooien. Het is zo erg. Uh, dit verhaal ja. dit, dit 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 dit. is natuurlijk veel in de media geweest ook, hè? Voor het is inderdaad waar dat veel mensen het niet weten nee, of niet klopt. oppikken. Um, de supermarkten blijven het ook dodelijk verkopen. Ja. Maar er is ook zoiets als de MSC, hè, Maroon, Marine Stewardship Council, en de ASC, de ja. Aquaculture Stewardship Council. Ja. En dat zijn keurmerken die ja. eigenlijk daarmee tussen een garantie afgeven dat dit soort dingen niet gebeuren, toch? Of zeg je dat gebeurt ondanks dat nog steeds en veel? Nou, MSC heeft hier niks mee te maken, hey, maar dat is in het, het zeg ja, dat is in het wild. Uh, ASC dus. Het zijn de kwekerijen. Eigenlijk wel, maar het gaat vooral over kwekerijen in Europa en uh, niet over kwekerijen in mangrovebossen, want als er een mangrovebos gesloopt wordt om daar een kwekerij in te beginnen, dan Komt het helemaal niet eens in aanmerking voor ASC? Ah, oké. Okay. Nee, want dat is niet duurzaam. Maar dus, wat ik bij de Appie Heijn, de Jumbo, doe ik verkoop, ja. daar zie ik wel die stickers op zitten. Hè? ASC uh, ja. Tilapia, en ASC, ja. um, wat was die allemaal? Een pangasius. Dan denk je dus, nou, ja. ik doe het goed. Ja. En dan draag ik je niet aan bij. Nou, dat is, dat is wel een apart verhaal. Uh, misschien dat ik te veel ga uitweiden als ik daar al daarop inga. Nou ja, maar het, het, het gaat het mij erom niet weer van wat kan je doen. Hè? Ik, ik, ik ja. probeer steeds vanuit, de, vanuit het beeld van iemand die dit kijkt... Van de consument. Wat kan die nou op basis ja. van jouw verhaal zelf ja. veranderen aan zijn gedrag? Ja. En het zou dan dus kunnen zijn, ik let op zo'n keurmerk... Ja. Uh, want ik wil niet bijdragen aan verwoesting van die uh, mangroves en, 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 ja. en bijdragen aan, deze, uh, uh, aan dit systeem, bijna. Ja. En ja, ja, ja. ik wil ook gezond eten. Ja. Dus ik wil die troep niet in mijn lijf. Nee. Maar um, als het niet zo is dat dat, 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 dat verzekert dat dat ja. dan niet gebeurt. ja, dan zijn we natuurlijk eigenlijk even ver van huis. ASC en MSC hebben geen enkele connectie met toxicologie. Dus. Uh, het betekent niet als jij een MSC-gecertificeerde vis koopt, of ASC, dat je een vis koopt die vrij is van chemicaliën. Dat, dat nooit. kan bijna niet meer. Hè? Nee, want Dat, dat zei kan ook je vorige niet. keer. Vorige ja. keer zei je: alle vis zit Klopt. vol. Klopt. Alle vis neemt uh, gifstoffen. contaminanten op, gifstoffen ja. op die in de zee zitten. Ja. En ik heb verteld: dat zijn er zo'n 80.000, waarvan 15.000 medicijnsoorten. En die zitten gewoon in de zee. Ik heb in dit boek, dat heb ik met uh, een aantal wetenschappers gemaakt... het heet De Huilende Zee... daar heb ik een A4'tje staan met wat er allemaal in één tilapia zit. Dus al die gifstoffen die daarin zitten. Nou, bijvoorbeeld heel veel tilapia, ook die we in Nederland eten... komt uit de Mekongdelta. Nou, ja. Dat is de meest vervuilde rivier ter wereld. Ja. Als je nou, daarin gaat zwemmen en je krijgt een slokje binnen... Wil je dan niet. kan je het ziekenhuis meteen bestellen... Dat is echt niet normaal meer wat daar allemaal in zit. Ja, ja, maar ja dan is die uh, En het ook. is wel in dat water dat die dieren gekweekt worden. En die krijgen dan ook nog eens een keer een hele hoge dosis medicatie. Ja. Antibiotica, antivisluis en nog een andere troep. Plus het feit dat de mensen die daar werken. en daar is nu eindelijk ook een beetje aandacht voor. die houden het over het algemeen niet langer dan vijf jaar vol. Dan zijn ze zo kapot van het in aanraking komen met die medicijnen en het gebrek aan zuivere lucht, enzovoort, enzovoort, dat ze dan weg moeten. Ja, ja. Maar ja. dat zijn dus weer verschrikkelijke arbeidsomstandigheden... Verschrikkelijk. waar je ook aan bijdraagt. Precies. Um, is he, het dan he, he, zo? Sorry dat je ja. onderweg. En het grondwater is heel vaak in een straal van 50 kilometer totaal kapot gemaakt. Dus ja. ondringbaar geworden. Maar betekent dat dus dat ik... Dat is belangrijk. Hè? Er zijn veel mensen die kopen tegenwoordig tilapia-filet en bangasius ja. Ook met het idee dat ze daarmee uh, bedreigde vissoorten ontzien um, in het wild. Hè? Dus mm -hmm. een, de, je kon heel lang geen kabeljauw, moest je eigenlijk niet kopen. Ik geloof dat het nu weer meevalt. Um, maar dat zijn precies wat het is. Hè? Dus je hebt, ja, je hebt, ja, ja. Je hebt allerlei uh, viswinkels die, die duurzame vis ja. uh, 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 pretenderen te, te ja. uh, verkopen. Ja. Um, de ene... Expert zegt van ja dat is een stuk beter. De andere expert zegt nee oh dat is allemaal. Het kan bijna niet. Het is het ja. is ietsje beter, maar in een categorie ja, ben je nou duurzaam bezig. Nee, het is nee. je bent nog steeds onderdeel van het eigenlijk moet je geen vis ja. kopen. Nee. Dat is wat wat mensen zeggen. Dat als ja. we dat te hard roepen, dan zijn er natuurlijk hele uh, uh, professies die daarmee uh, uh, ja te gaan van ja. viswinkels tot vissers tot uh, alles. Maar heb bijvoorbeeld een appje de viswijzer. Mm -hmm. um, dat ik, ik word daar altijd door mijn vrienden erg uitgelachen als ik in een restaurant zit en op mijn viswijzer kijk of ik de vis die in het restaurant gegeten wordt of, wel die, goed. of die rood groen of oranje ja. is. Ja, heel, precies, dat is ja. een heel mooi appje. Ja, 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 ja. Koop, de, de, of download de viswijzer. Ja. Alleen als ik jou zo hoor, dan is er dus eigenlijk geen groene vis meer om te kopen. Of is dat makreel? Uh, nee, het is het, het is gewoon. Het is echt een heel moeilijk probleem. En, dat heeft ook alles te maken met waar we het vorige keer even over gehad hebben, maar daar gaan we het straks wel iets uitgebreider over hebben als we bij de koraalriffen komen. Ja, precies, ook heel belangrijke kraamkamers. Maar het heeft alles te maken met dat probleem van verzuring. En we zijn dus met zoveel mensen die allemaal CO2 produceren en die CO2 zorgt niet alleen voor opwarming van de atmosfeer en van het oceaanwater. Uh, samen met methaan, he, het andere. Ja, dat was andere. Punt. Zeer agressieve broeikasglas. Dat zorgt voor opwarming. Ook van het oceaanwater. Maar die verzuring kan worden tegengegaan door vissen. En als we nou maar voldoende vis in de zee hebben. daarom zijn er wetenschappers, uh, marinebiologen, die zeggen ja. Duurzame vis bestaat gewoon niet, want elke vis die we nu uit zee halen is er één te veel. Die, die, die maakt het verzuringsproces eigenlijk. Precies. Uh, uh, die, uh, iedere vis die we in zee laten, die helpt het verzuringsproces tegen te gaan. Neutraliseren. Daar hebben we er niet genoeg van. Dus eigenlijk moet iedere vis in zee blijven totdat er geen verzuurde oceaan meer is. Hoe lang beter, duurt dat? Ha beter had ik het niet kunnen zeggen. <laughs> nou, hoe du lang duurt dat? Ja, enkele tientallen jaren. Maar het als dus we altijd jaar geen vis eten, dan komt het goed. Dat zou absoluut een heel goed plan zijn. En tegen die tijd hebben we clean fish gemaakt van stamcellen. Kunnen we nu al? Er is in Amerika een grote onderneming die heet Finless Foods. En die maken vis, elke soort die je maar wilt, uit stamcellen. Dus eigenlijk net als met het vlees. Net als met het vlees en zo kunnen we al eieren maken uit stamcellen. We kunnen zuivelproducten maken uit stamcellen. Joh, over twintig, dertig jaar weten we niet beter meer. En dan kijken we terug naar deze tijd en dan zeggen jouw kinderen wat? Hebben we echt in die tijd nog dieren gegeten? Maar we kunnen het, Wat gek is dat, dat eigenlijk? Is, dat is jouw toekomstvisie. Dat ja, we dat, echt allemaal gaan meemaken. Dat weet in ik ons zeker. Leven? Weet je wat ik heel graag zou willen? Ik zou hier ontzettend graag een keer een gesprek hebben. Met een van de voorlopers van deze hele clean meat-industrie. Dat is een hoogleraar uit de Universiteit van Maastricht. Ik zal zijn naam nog even niet noemen, want misschien zegt hij wat ik wil niet. Ja. Maar ik wil hem, dat wil ik met Max bespreken. spreken, die zou ik heel graag hier willen hebben om daarover te vertellen. Want dit is zo'n belangrijke ontwikkeling. We, we gaan het meemaken, ik niet meer, maar jij zeker, dat we gewoon vis uit stamcellen eten en we kunnen echt. Elke soort, alles wat je maar wilt, kunnen we uit stand houden. Er dus zitten 20 maken. jaar tussen ons. Dus ja. jij zegt in de komende 20 jaar ga ik het niet meemaken dat we dat allemaal aan het doen zijn. Nou, of dan neemt het al een aardige vlucht. Ja, maar dan maar ben ik over de 90. Ja, precies. Dus als ik, als ik de 80 haal, dan ja, maken we ja. het mee. Ja, zeker. Ja, dat is, en is dat ja. dan? Want da, de, 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 de insteek die ik toch steeds probeer ook met dit soort mm -hmm. gesprekken te blijven houden is: maar wat kunnen we nog doen? Ja. Want de onmacht, ik was hier 20 ja. jaar geleden ook al mee bezig ja. en zag het als een soort. Ff. Toen was ik alert en hield ik mensen zoals jij in de gaten als voorlopers. <laughs> okay. Maar was ook gefrustreerd over het feit dat daar niet naar geluisterd werd. Ja. Um, dat was echt niet redelijk of nauwelijks? Niet, nou, er wordt nu nauwelijks. Wel, het probleem begint, vind ik wel, echt zich manifest te maken op zo'n manier. Dat dat het is over. niet meer politiek. Nee. Ja, het was vroeger een ja. ook nog een links- en rechts iets. Ja, 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 ja. Dat is niet meer. Jongeren nee. hebben er al helemaal allemaal een soort antenne voor. Ze ja. vinden het allemaal heel interessant ja. en belangrijk, maar weten eigenlijk te weinig. Dat, dat merk je veel. Ik merk dat op scholen natuurlijk, hè, waar ik les Kinderen geef. natuurlijk ook. Ja. Um, ja. Maar wat kunnen ze doen? En eigenlijk, als ik het van. Ja. De vorige keer werd me duidelijk, we moeten geen biefstuk mee eten. <laughs> ja. um, nou, we, hadden net nog, we maakten net mee dat ik beneden nog een hamburger ja. moest eten, omdat er, uh, de vegetarische burger, die was over twintig minuten klaar. Ik had hem wel. Hè? Jij had hem wel. Ja. Heel um, lekker trouwens. Ja. En, uh, eh, en dan, denk ik, dan vind ik het belangrijk dat het biologisch vlees is, dat het een goed leven heeft ja. gehad. Maar voor jouw problematiek, de methaangas, maakt het allemaal maakt het niks uit. Allemaal niks uit. Nee, dan zeg maakt je, niks uit. dat moeten we eigenlijk niet meer doen. Nee. Um, dan zouden we dus vegetarisch moeten worden. Mm -hmm. En liefst veganistisch, want je zou met, met kaas en melk draag je nog steeds bij aan dezelfde industrie op dat, dezelfde manier? Dat, dat klopt. Alleen, ik zeg nooit moet. Iedereen moet het namelijk voor zichzelf weten wat hij doet. Alleen, ik probeer handvatten te geven, ja. zodat mensen beseffen dat bij elke hap die ze nemen van die biefstuk of wat ze dan ook eten, dat dat toch niet zo gezond is voor het klimaat, voor het milieu, voor je eigen gezondheid trouwens ook niet. Uh, daar kunnen we uitgebreid over bomen, dat zou trouwens een interessant onderwerp zijn: de zee en onze gezondheid. Maar um, ja, dus moeten is er niet bij. Maar het zijn dingen die ik vertel, en daar kan men, dat kan men als een advies beschouwen. Maar men kan ook gewoon zeggen van: nou ja, ik ben blij dat ik het weet. Nee, ik kan zeker ga daar ik eens heb, over nadenken. Ik heb uh, ja. een aantal mensen hebben sinds onze vorige uh, uitzending ja. uh, over <laughs> gesprek. Uh, al gezegd van, joh, ik vond het heel inspirerend, ik ga flexitarier worden. Kijk, um, maar dat is al fantastisch. En dan zijn we al heel end, hè. Uh, 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 ja. En dan is het natuurlijk, eet je dan een vier keer per week vlees of eet je twee keer per week vlees, daar kan je dan in gaan groeien. Ja. Um, maar de, de oplossing die ik net eigenlijk hoor, want dat is natuurlijk... Kijk, je zou eigenlijk moeten zeggen, er zou nu een soort wereldpresident moeten zijn, die als ja. een soort dictator zou zeggen, jongens, oké, okay, even twintig jaar, Niks meer vissen uit ja. die oceaan. Jammer, ja. we compenseren die vissers op een andere manier. We gaan ja. iets doen. Hetzelfde ja. met de vleesindustrie. Even zwaar minderen. Niet ja. Orde op zaken stellen. Hè. Maar, Voor de maar, generaties na ons. 20 jaar. Dat is moet helemaal doen niet zijn. zo moeilijk. Want um, je kan die vissers heel gemakkelijk compenseren. In 2013 hebben de Verenigde Naties daarover een enorm belangrijk rapport uitgebracht. En dat kwam erop neer wat ik zei, toen in 2013 was het nog 22 miljard euro per jaar, gingen als subsidies naar de visserij, want die school die ze uit zee halen, die kost meer dan dat die verkocht wordt. Ja. Dat is krankzinnig, maar waar. Ja, waanzinnig. Dat kan allemaal alleen maar door die subsidies. Maar die subsidies en dat was ook heel duidelijk, bleek dat uit wat het rapport van de Verenigde Naties, die zijn meer dan voldoende om vissers om te scholen. Meer dan voldoende. Dus... Waar wachten we op, zou ik zeggen? En omscholen tot wat? Wat zou een alternatief zijn voor vissers? Oh, maar ja, er zijn zoveel mogelijkheden. Kijk, in Zweden is het heel soepel gegaan. Op een gegeven ogenblik zei de Zweedse overheid: van... Sorry jongens, maar dat en dat en dat, 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 dat kun, je, kun je niet meer vangen. Uh, vissers boos, zo gaat het altijd. Hè. Uh, net als in, in Canada, uh, waar de kabeljauw op was ja. in Newfoundland. Letterlijk. Ja. De kabeljauw was op. We hebben daar nog een documentaire over gemaakt. ...See the Truth, moet je een keer zien. Ja. Nee, je... See met S-E-A, ja. See the Truth. See the truth. Okay. Yeah. Nou, dat ging over um, uh, Newfoundland en de kabeljauwvisserij. Die kabeljauw, dat is nu 23 jaar geleden... ...dat dat moratorium ingesteld werd... ...en iedereen dacht, nou ja, over een paar jaar kunnen we weer vissen. Kabeljauw is nooit meer teruggekomen. Op is op. En die vissers, ja, die, sommigen zijn gaan studeren... ...de man uit onze film, uit de documentaire... Die is uh, gaan studeren en heeft een heel ander beroep gekozen. In Zweden hebben ze niet eens compensatie gekregen. Heeft de overheid gewoon gezegd: sorry jongens. niet meer? Jullie, jullie zoeken het maar uit. Ja. En uh, daar zitten uh, walvisgidsen bij en daar zitten natuurgidsen bij en uh, ICTers. <laughs> Iedereen heeft toch een vak gevonden. Ja, gaan we het anders doen? En het is gewoon mogelijk gebleken. Maar we hebben natuurlijk te maken met het feit dat er, er is vraag en aanbod. Hè? Ja. Er is, de, de, de mensen, de vissers zorgen voor het aanbod, en, en, ja. en wij zorgen voor de vraag. Klopt. Um, mensen willen vis eten. Ja. Je hebt ook altijd het idee, verse vis, uit de buurt, gezond, uh, ja. dat allemaal. Nou, jij geeft aan, zo gezond is het niet, sowieso Klopt. niet door de toxines en de plastics nee. die er in vissen zitten. Klopt. Ze hebben het zelf allemaal moeilijk. Ja. En, nog veel belangrijker. Ze zijn ontzettend belangrijk voor de oceaan zelf. Die zwaar aan het verzuren is. Waanzinnig belangrijk. En daar hebben we eigenlijk iedere vis ja. voor nodig. Die we, die, we, die we kunnen... Klopt. Elke uh, vis die we nu uit zee trekken is er één te veel. Ja. Daar komt het gewoon Precies. op in. We hebben ja. hier... Ik heb hier drie boeken voor mijn neus liggen. De ene is een beetje een... een, een de huilende zee. Dit is nog... Dit is het probleemboek. Ja, dat is het, het probleemboek. Dit, is, ja. dit gaat over het probleemboek. Dit maar is ook het oplossingenboek, hè? Daar gaan we het zo over hebben. Ja. Dit is... <laughs> dit is een boek uit de goede oude tijd werd me door jou verteld. Uit de ja. tijd dat het allemaal nog voornamelijk ja. mooi was. Dit ja. gaat vooral over koraal. Ja. Dus ik vind het ook mooi om daar even nu naar te switchen. Da, da, um, maar we zijn nog niet helemaal klaar da, met daarom. de mangrovebossen, da, da, En dan gaan we naar het andere belangrijke ecosysteem. Um, ja. En oh, dan is, dat is dat die, wel... wat is die? Dat is een kinderboek. <laughs> ja, dit is leuk. Dat is een kinderboek. Uh, dat heet Het alfabet van de Zee. En uh, toen ik de tekst af had en de foto's, staan heel veel leuke foto's in. Uh, echt geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar. Hè? Maar uh, er staat hier voor kinderen van 10 tot 100. Ja, want het is voor mij ook interessant. Uh, het is voor iedereen ja. interessant. En ik heb een aantal bekende Vlamingen en Nederlanders... heb ik uh, dat boek opgestuurd voor het er was. Hè? Dus de ja. tekst. En iedereen zei hetzelfde. Het is voor iedereen leuk. Ja. Goed voor kinderen. Ja. Maar iedereen zou moeten weten wat erin staat. En het is mooi geïllustreerd. En door de media nou ja. uitgeroepen als een... ...heel mooi geïllustreerd... ...educatief dus eigenlijk boek. moet dat in massale oplagen... ...op scholen. <laughs> dat is eigenlijk het it. ding. Nou ja, ja. Goed, er zijn natuurlijk mensen die daar... Die daar slimme oplossingen voor bedenken. Ja. Um, <coughs> het Wereld Natuurfonds heeft jou gevraagd... ...dit boek te maken. Ja, dat klopt. Um, het um, geeft ook aan... ...dat in die 30 jaar tijd... ...dat je uh, een behoorlijk niveau van... van, van ja, ...prachtige fotografieën bereikt. Mm -hmm. Maar wat je ook aangeeft is... ...daardoor heb je gezien... ...hoe achteruit het gaat. Zo is het. En... Ja. Dat leidt tot dit boek hè? tot ja, de huidige zee. Ja. Wat is nou uiteindelijk als je dan over mangroves praat? Want dat ze belangrijk zijn dat het kraamkamers zijn, dat ze mooi zijn, maar dat ze ook voor de bewoners problematisch zijn. Uh, qua muggen, qua uh, ze hebben er verder niet zoveel aan. En Jawel. ze willen dat land dan eigenlijk voor andere dingen gebruiken. Maar ze hebben er wel heel veel aan. Wat kunnen zij ermee? Nou, het is namelijk zo. Weet jij toevallig nog wat er gebeurde op tweede kerstdag 2004? Als dat de tsunami was, dan <laughs> ja, zou het dat kunnen. Ja, was de ja, tsunami. tsunami, ja. Ja. tsunami. 150.000 mensen lieten het leven ja. bij die tsunami. En later hebben wetenschappers berekend... dat als toen alle mangrovenbossen nog intact geweest zouden zijn... zouden tenminste 50.000 mensen niet overleden zijn. Die hadden het overleefd. Omdat dan die, die, die mangroven een soort buffer vormen? Precies, een ja. soort barrière. Ja, die hebben ze weggaan. Ja. En die barrières die zijn overal weggehaald. En dus die zee kan ongelimiteerd boom het land op. En heel veel mensen waren veel te laat. Waarschuwingssystemen waren daar nauwelijks. Die zijn nu allemaal veel beter, natuurlijk, naar aanleiding daarvan. En men is begonnen op heel veel plaatsen mangrovenbossen weer aan te planten. Zo belangrijk. Als een soort dijkjes zijn, hè? Zoals ja, wij. Als ja, als een buffer, buffer. tegen. Uh, vloedgolven tegen tsunamis. Dus behalve kraamkamers zijn ze ook nog eens een keer ontzettend nuttig als tsunami. Defensie tegenhouders. Tegen tegen Natuurlijk. En het zijn filteraars. Die bomen zijn ongelooflijk belangrijke filteraars van troep die ze uit de zee filteren. Dus wat dat betreft, zijn die mangrovenbossen echt ongelooflijk belangrijk. Nou ja, wat ik ooit. Heb... In, in mijn oren heb geknoopt, is dat het probleem wat we meemaken, zowel bij de Amazone als bij koraalriffen, als bij, nu dus bij mangroven, maar allerlei belangrijke, voor de mensheid, voor de hele planeet ja. belangrijke gebieden, is dat de direct omwonenden ja. vaak in een veel uh, minder luxe positie zitten dan wij. Klopt. En dat zij directe andere belangen hebben op korte termijn, waar, ja. die zwaar. Uh, ja. Op gespannen voet staan met het grotere belang waar wij allemaal ons mee bezighouden. Dat is, is helemaal waar. En daarom vraag ik ook: van: wat hebben zij op korte termijn, hè, waar, waarom zouden zij, wat zouden we kunnen doen waardoor zij zelf een soort rangers zouden worden in plaats van het gevaar? Ja, nou, om, om, nou bijvoorbeeld, uh, ik ben in heel veel mangrove gebieden geweest en ik heb je al verteld: ik vind het fascinerend. Daar onder water in die mangrove is echt fantastisch. Ja. Dus bijvoorbeeld de duikindustrie, ja, toerisme. toerisme. Maar ja. dan zuiver toerisme, natuurtoerisme. Ja, ecotoerisme, En dan, ja, ja. En dan uh, rondleidingen die mangroves geven, zoals dat op Bonaire bijvoorbeeld gebeurt. In een beperkt gedeelte van de mangroves. Maar daar gebeurt het. En het gebeurt op veel andere plekken. Een van mijn absoluut favoriete duikgebieden, dat valt binnen die koraaldriehoek, dat is de Raja Ampat. En veel duikers worden nu jaloers die dit horen, want de Raja Ampat is echt een... Een unieke bestemming waar gemiddeld toch nog zo'n 40% van de koraalriffen in orde is. En daar heb je prachtige mangrovenbossen. Prachtige mangrovenbossen. En koraalriffen. Dus. En koraalriffen. Die, dat, dat, die zijn maar, bij elkaar. Die, ja, het is zelfs zo dat koraalriffen gewoon daar op veel plaatsen naadloos doorlopen tussen de wortels uh. van de mangrovenbossen. En dan wordt het te donker en dan stopt het met de koraalgroei. Maar daar heb je dus allebei bij elkaar. En, dat is uh, echt een kraamkamer. Ja, en vaak zitten daar nog zeegrasvelden tussen. Ook kraamkamers, zeegras. Want dat zijn ook plekken waar jonge visjes zo weg kunnen duiken ja. als er een roofvis komt. Dat is echt fantastisch. En ik heb me een keer laten opsluiten in uh, Secret Bay. Dat is uh, de geheime baai van de Ratje Ampad. Toevallig door een, uh, een duiker die daar inmiddels een resort heeft en zo ontdekt. En eh, vanuit de lucht. Die had een, een rubberbootje met een uh, propeller. Die kon daarmee opstijgen. Die had Secret Bay ontdekt. En ik heb me daar toch genoten. Daar, als ik daar nog een keer zou komen, zou ik daar een week willen. Willen zitten op mijn bootje met voldoende drinken en eten. Om daar prachtige opnames Want te maken. Want hoe groot is dat? Is dat, een... dat is niet zo groot. Dat is niet zo groot. Dat zal een, een paar vierkante kilometer zijn. Oh, okay. ja. Maar als we praten over grote mangrovegebieden bijvoorbeeld de Sundarkan. dat is in het noordoosten van India en het hele gebied van Bangladesh. Dat is een enorm, enorme estuary, een, 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 Hoe heet dat in het Nederlands? Dat is een delta. Een delta. Ja. Een delta. Een enorme delta. Er komen al die rivieren komen daar in zee terecht. Dat is 20.000 vierkante kilometer, maar is zwaar bedreigd door afvalstoffen door klimaatverandering. Dus een hele studie alleen al over dat gebied en klimaatverandering. Het is een... En met klimaatverandering bedoel je in dit ja. geval... want ik dacht dat verzuring daar ook bij hoorde... maar ja, ja, je ook. bedoelt meer de opwarming van de aarde ja. in dit geval. Ja, en, en de enorm overvloedige regenval in dat gebied ook. Oh, ja. Dat hoor je altijd, oh, overstromingen. In letterlijk daar... de verandering van klimaat daar. Enorm, ja. ja. Waardoor ook de zeespiegel ter plaatse, dat is heel uniek, enorm gestegen is... En periodiek stijgt. Die mangrovenbossen kunnen dat niet aan en die sterven massaal. Dat is bijvoorbeeld, want bij mangroves denk je natuurlijk aan water en met name zeedieren, maar daar leven ook fantastische reptielen. Uh, daar, leven, daar leeft ook. Dat is het belangrijkste leefgebied van de Bengaalse tijger bijvoorbeeld. Die leeft in de mangrovengebieden. Die leeft in ja, ja, dat gebied. Dan... Ja, ja. Bijna uitgestorven, maar in dat gebied. En dan heb je een, een heel mooi gebied in de Filipijnen. Dat is zo'n 5000 vierkante kilometer groot. En daar is nog maar 580 vierkante kilometer van over. Dat is een tiende. Ja. Maar ze zijn ook daar nu begonnen met stukjes aan te planten. Maar ja, dan moeten we wel honderd jaar wachten en dan heb je weer een buffer. Maar het is dus niet zozeer bescherming. Letterlijk bedoel ik daar dat, dat het daar wordt gekapt en wordt. Maar gewoon dat. Het klimaat. Het klimaat ervoor zorgt ja, ja. dat het zoal al misgaat. Ook ja. En de chemische stoffen, alles wat er in de zee zit. En de verzuring, alles speelt een rol. Ja. Overbevissing, alles. En dat is het hele probleem. Het is ook niet 1, 2, 3 op te lossen. Ja, het is 1, 2, 3 op te lossen als we doen wat in een studie staat. die net verschenen is op 1 juni dit jaar, 2018. Universiteit Oxford, Universiteit Zurich. samen hebben die studie gedaan. Als de hele wereld nu zou stoppen. Met dierlijke producten te consumeren. Dat bedoel ik. Ja. Zijn we zo van al die problemen af? Dat, dat is een kwestie. En zo van, is, hoe lang is zo? 15 ja. tot 20 jaar. 25 jaar. Ja, dit het, <laughs> het is bijna. Niet Kijk, je zou bijna willen dat er een soort aliens kwamen die, ja, die, die, die ja, ja. dat wisten af te dwingen. Ja, of zo. precies. Ja. Um, ja. Want anders. Het, is, ik, maar, het probleem is natuurlijk echt dat onze klein, mijn kleinkinderen later. Ja. Dus iets gaan meemaken wat wij ons nu niet voor kunnen stellen. En ja. dat die. Zich ja. bijna niet voor kunnen stellen dat wij dit hebben laten gebeuren. Zo is het. Ja, dat is natuurlijk een, Zo een, is hele het hele punt. Ik kan het me ook niet voorstellen. En de kinderen die ik lesgeef, of het nou lagere school of middelbare school is, die snappen het ook niet. Die begrijpen het nu al niet. Nee. Ja. Maar als je ze zegt geen vlees en, en, en vis meer eten, dan nee, vindt ze dat zeg ook nooit. Iets, nee, maar dat, dat, als dat de oplossing zou ja. zijn, zoals dat rapport zegt, ja. he, dan, dan krabben mensen er ook even drie keer achter hoor. ja, dan je, ja maar dat zou ik misschien moeten doen, maar doen ze toch, toch niet? Toch geven heel veel jonge mensen daar gehoor aan. En uh, in België, België liep zo achter op Nederland. Hè. Als je op de website van het Voedingscentrum kijkt, is 55 van de Nederlanders al flexitaria. Ja. Drie keer in de week of vaker geen ja. vlees of vis. Dat is mooi. België liep zwaar achter, maar is nu aan een enorme inhaalactie bezig. We hebben gezien dat er een toename is van met name jeugd van 16% in de afgelopen paar jaren. Ten opzichte van de periode daarvoor, die nu gewoon gezegd hebben: wij, wij hoeven dat niet meer. Wij willen een gezonde toekomst. Met een beter klimaat en een gezond milieu. 16%? Ja, toename. Dus van alle landen in Europa het hoogste percentage. En groeit België nu eigenlijk België. het snelst met deze ja. overtuiging? En hoe komt ja. dat? Omdat ik daar les geef, ja? natuurlijk. Nee, ja? nee, ja. nee. Maar het heeft er wel een beetje mee te maken. Want jij geeft ja. in België meer les dan in Nederland? Nee hoor. Ik geef evenveel les in België als in Nederland. En, uh, we en geven jij is niet alleen jij, maar jouw organisatie. Ons team. See first. Ja, en uh, in Spanje geven we ook veel lessen uh, in bepaalde periodes van het jaar. Meestal internationale scholen, want mijn. Uh, Spaans is niet goed. Uh, Sorry, is NADA. Ja. Nou ja, iets meer dan NADA, maar uh, nee, dus in het Engels noemen we dat. Uh. Ja. En is dan de, uh, de, 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 de noodklok, gaat het alleen maar over dierlijke producten eten? Nee. Vliegen en, en minder auto rijden? Je zei vorige tuurlijk, keer tuurlijk. dat het wel zo is dat dierlijke producten eten een groter probleem vormt ja. dan het gemotoriseerde verkeer. Dat, dat was al dat 30 klopt. jaar geleden. Dat klopt, maar niet. Uh, groter dan bijvoorbeeld al die fabrieken, die maar uh, uh, bijvoorbeeld de steenkolencentrales en de hoogovens en al die grote fabrieken, Precies. die een enorm percentage van de broeikasuitstoot, CO2 hebben we het nu over, uh, voor hun rekening nemen. Daar moet natuurlijk ook wat aan gebeuren, maar wat mij een beetje irriteert is dat de politiek zich eigenlijk alleen maar bezighoudt met CO2. En dat uh, het hele methaanprobleem en de hele dierenindustrie, want daar praten we ook over CO2 natuurlijk. CO2, en methaan, lachgas ook, zelfs nog. Uh, dat dat <laughs> daar... Heel populair bij de jongeren. Heel populair, uh, ja. Maar dat daar dus nauwelijks over gesproken wordt, behalve dan door de Partij van de Dieren, voor de Dieren en GroenLinks. Maar daar heeft bijna niemand het over. En dat irriteert me. Waarom niet, Dos? Waarom hebben ze het niet over? Ja, omdat ik Zijn denk... er de grote financiële belangen? Eén, en twee, ik denk dat ze het ook te lekker vinden gewoon. En uh, kom niet aan mijn eten. Kom niet aan mijn eten, maar, maar ook kom niet aan mijn hoogovens. Kom niet aan mijn data nee, Steel. Ja, ja maar niet daar aan... is nu toch al, daar wordt tenminste over gesproken. Ja, toch? Hè? Daar wordt over gesproken. Kom maar niet maar aan over die grijs? Over de dierenindustrie nauwelijks. Nee. Ja. Ik, ik, ik las laatst dat vliegen, dat we exponentieel verschrikkelijk veel meer zijn gaan vliegen ja. sinds 1992. Klopt. Een enorme ja. curve. Enorm. Dat ja. dat niet zo door kan gaan. En nog tien jaar ja. deze groei en we hebben ja. dezelfde problemen ook. Ja. Ja. Um, het is natuurlijk aan alle kanten moet je eigenlijk aan knoppen draaien. Iedereen zou minder moeten vliegen. Niemand heeft ja. door hoeveel impact dat heeft. Iedereen zou minder vlees en minder vis moeten eten. Um, ja. dat, is, dat, dat, dat betekent aan alle kanten betekent eigenlijk minderen. Mm -hmm. Wat natuurlijk niet iets is wat we graag doen. Nee. Veranderen, hè, alternatieven. Ja. We hebben het vorige keer gehad over de vegetarische slager. Dat hij dat, dat, dat een enorme opmars maakt. Hij boft maar met ons, hè? Ja, met al die ja, ja, ja. Ja, ja. Was het, ja, was ja, het nou ja. maar zo dat we ook grote kijkcijfers hadden. dan zou dit ook echt wat betekenen. Ja, je. Um, Oké. Okay. Maar de, de, uh, de, 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 ik denk dat, dat de stap naar dat iets. Eigenlijk wil je natuurlijk dat dit als een soort virus zich verspreidt mm -hmm. snel. Deze boodschap en dat het echt tot verandering leidt. Ja, maar het gaat ook veel sneller nu. Hè? Toen ik hiermee begon, tien jaar geleden, toen was hier van nauwelijks nog sprake. Nu zie je elke dag in de media wel iets verschijnen. Ja, precies. En Men steeds meer tot. mensen weten het. Alleen wat je soms hoort van politici, ja, we moeten minder vlees eten. Maar dat weet zo langzamerhand. Iedereen wel, zeggen ze dan. Ja, 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 ja. Nee, dat is maar niet. als je dan vraagt waarom. Aan de gemiddelde consument. Ja, ik heb geen flauw idee. De, de, ik hoor af en toe. We nou, moeten minder vlees sterker eten. Sterker nog, maar. ik denk dat het interessante inzicht. wat een aantal mensen die ik sprak, die onze aflevering hebben gezien. Uh, dat die zeiden: ja, ik vond het super interessant. Want ik, tot nu toe legde ik niet de link naar iets anders dan. Die dieren die uitsterven. Precies, ja, maar dat is het niet. Maar dat het over mijn zuurstof gaat. Ja, onder andere. Uh, ja. Dat, die link hadden ze nooit nee. gelegd. Nee. Hè? Nee. En dat die klopt. legde jij de vorige keer heel duidelijk. Ja. Um, uh, als een recap: omdat er zoveel bomen worden gekapt, wordt steeds meer uh, CO2 opgenomen door de oceaan. Klopt. En dat is een groot probleem voor de oceaan. Verzuring is een enorm groot probleem. Ja. Hè? Nou wordt het in koud water. Uh, koud water kan namelijk meer CO2 opnemen dan warm water. Maar ja, het heeft al enorme effecten op de koraalriffen. En die vinden we in de tropen. Zullen we die switch maken? Dan, ja, laten we die switch gaan ja? maken. Ja. Want koraalriffen, daar is het iets, iets net iets anders aan de hand dan bij de mang. Ze worden ook bedreigd. Absoluut. Uh, ze zijn natuurlijk prachtig. Ik denk dat iedereen wel. Ja. Ik, ik ben Zijn. zelf ook duiker geweest. Ja. Uh, of ik ben het eigenlijk nog, maar ik doe het al een niet meer. Maar ik heb ook <laughs> prachtige koralen gezien in Egypte. Ik ja. ja. uh, ben nooit bij de Great Barrier Reef geweest. Nee. Ik zag tot mijn grote schrik twee jaar geleden op televisie: de Great Barrier Reef is aan het verbleken. Uh, dat zie je vanaf. Ik zag daar zelf ook een foto van. Kijk, hier, hier zie je hele mooie koralen met prachtige kleuren. Ja. En die kleuren die worden allemaal veroorzaakt door hele kleine. Algjes die in de lichaampjes van de koraaldiertjes leven. En ook in, het, in de slijmlaag die over zo'n koraalrif ligt. De kleuren van koraal zijn ja. niet het koraal zelf, maar de Alkjes. algjes die erin leven. Ja, de zooxantelle. Nou, is dit geen biologieles, maar het is leuk om even te vertellen dat die algjes verantwoordelijk zijn voor die kleuren. En als de temperatuur van het zeewater te lang te hoog is, methaan en CO2, die daarvoor dan zorgen. krijgen we. Koraalverbleking, daar hebben we ook een foto van. Ja. Van een koraalrif. En dan zie je wat er gebeurt met dat koraalrif. Als het gaat verbleken, en dan wordt alles wit. En het is zo erg nu. Op dit, kijk op deze foto bijvoorbeeld. Zie ja. je? En nou, die... denken veel mensen, ik heb een stukje koraal thuis. Hè? Ja. Want veel mensen hadden dat. Vroeger mocht dat nog, nam ja. je dat ja. mee. Ja. En dat zijn witte koraaltjes, dus dan denk ze, goed. Maar in, ja. in, in het echt, in leven, zijn koraal nooit wit. Want Prachtig. dat is hun ja. skelet. Dat is puur het calciumcarbonaatskelet. wat zij maken van de calcium die in de zee zit. Ja. Daar bouwen ze hun uh, skeletten mee. Maar dit is dus een, een volkomen verbleekt koraalrif. En in het Great Barrier Reef is het op het ogenblik zo erg. dat we kunnen zien vanuit satellieten. Ja, hoe ziek dat, dat rif is. Dat dat wit is, is aan het worden. Ja, is, ja, dat is overal wit aan het worden. En dan heeft de Australische regering. ik moest wel lachen trouwens. Uh, in een enorm rapport geschreven dat ze zoveel miljoen ter beschikking gaan stellen om het Great Barrier Reef te, te fixen. Een heel belangrijke bron van inkomsten, toerisme, toerisme ja. om dat te gaan fixen. Maar dan moeten ze het klimaat veranderen. Ja. Anders gaat het helemaal niet. Want dus het is niet lokaal op te lossen. Helemaal niet. Je kan geen hek om het Great Barrier Reef zeggen en nou is het afgelopen met de verzuring en de vervuiling. Dat, dat kan helemaal niet. He? Want die stromingen zijn allemaal nodig. Ik vond het heel erg. En dat ja. heeft puur te maken met het. Nou ja, nee, niet puur, maar ik vond het sowieso heel erg. Ja. Um, want ja, je wil niet dat dit gebeurt. Nee. Um, maar ook voor mezelf was het zo. Ik heb, ik, ja. heb, ik heb aardig wat gedoken, maar het is erg tijdrovend. En ik heb, het ja. heeft, dus ik had altijd zoiets van: op een oude dag, dan ga ik dat ja. Great Barrier Reef een keer doen. Ja, ja, ja. En je beseft je op een bepaald moment: God, zelfs dat gaat dus niet meer. Er zijn op de manier waarop je het, het, het je, gaat meemaken. Er zijn natuurlijk nog mooie plekken. Ik had het er net over de Raja ampat Veel foto's uit dit boek, uh, uit de koraaldriehoek, uh, zijn in de Raja ampat gemaakt. En daar worden de toeristen meegenomen naar de riffen die nog goed zijn. Maar ik ben daar vier keer uitgenodigd en, uh, om een reportage te maken en, en foto's en uh, uh, artikelen te schrijven. En dan ga je natuurlijk ook, omdat je dan veel meer tijd hebt dan de gemiddelde toerist. die gauw even zijn vakantie daar gaat doorbrengen. en, en tien dagen of een week of veertien dagen gaat duiken. Ik ben dus ook naar de riffen gegaan, waar, ze, waar de duikgidsen de toeristen niet, niet mee naartoe nemen. nemen. Maar dat is ook wel een puinhoop. Ja, precies. Om je een idee te geven. Toen ik pas begon met duiken. toen zijn we vrij kort daarna verhuisd naar Bonaire. En een van de lezingen die ik daarbij woonde was. Van Jean-Michel Cousteau. Die heeft trouwens in een van mijn coffee table books een heel mooi voorwoord geschreven. En dat is de zoon van ja. daloude dal uh, Jean-Michel -Jean Jean -Cousteau. Cousteau, hè? Ja. Ja. En uh, Jean-Michel die uh, vertelde een heel boeiend verhaal over koraal. En die zei dat 30% van alle koraalriffen. We hebben het over ruim 30 jaar geleden. 30% van alle koraalriffen was eigenlijk al ziek. En hij zag de toekomst vrij somber in. Maar ja, wij doken op Bonaire hoofdzakelijk, en ik zag dat niet. Wij zagen prachtige riffen. Nou, Bonaire is nog altijd mooi voor degene die er als voor het eerst naartoe gaat, of die de laatste jaren geweest is, maar uh, niet ziet dat het duidelijk minder wordt. Maar als je objectief kijkt, zie je dat de kwaliteit van het koraalrif, omdat je er nou eenmaal geen hek omheen kan zetten, met ongeveer 60, 70 procent achteruit gegaan is. Ja. Overal. Nou, dat is, dat is, ik denk dat ik 20 jaar geleden in Thailand een duik maakte. Mm -hmm. En dat ik 15 jaar later terugging naar die plek ja. en weer die duik maakte. En ik had in die 15 jaar daartussen twee keer gedoken. Ja. Uh, dus ik had de herinnering. ...van hoe het toen was, ja. ten opzichte van de nu. En dat was, dat was echt een treurig verschil. Ja. Ook omdat ik zag dat er zoveel gedoken was sindsdien... Ja, ...en ja, dat die ja. duikers ook gewoon koraal stuk ja, maken. Dat is en, en met elkaar ja. poseren voor een selfie... Ja, ...zittend is, op koraalrif. Dat is vreselijk. Dus, maar dat gebeurt dus niet in Bonaire... ...want daar wordt daar goed hebben we zelfs onderwaterpolitie... heel van het Marine Park. Ja. Ja. Die komen af en toe eens mee kijken en duiken. En als iemand met zijn uh, vinnen per ongeluk het uh, koraal aanraakt... Dan moet hij eerst eruit en een buoyancy control service of uh, uh, herhalingscursus doen. Kan, kan je gewoon doen. niet goed duiken. Precies. Ja, dan kan je gewoon niet goed duiken. Maar en dat is wel een voorwaarde, dat je goed kunt duiken. Nou ja, natuurlijk. het punt is dat dat natuurlijk... Hè, dat is een bedreiging van het koraalriff, maar dat is lokaal. Waar jij het ja, over ja, hebt is, het, is het, het totale probleem waar, ja. waar die organismen onder lijden. Ja. Ja. Die kleine plantjes gaan dood ja. en die uh, uh, nou kan je nog zeggen, is dat dan erg voor die visjes, want die kunnen zich nog prima achter witte skeletten verschuilen, net ja. zo goed als achter koraal wat leeft, of maar is dat? Het is wel erg, omdat heel of is veel. Is het ook voeding? Ja, het is zeker ook voor een deel voeding. Wat er overblijft, namelijk, zijn de, uh, de vissen, de herbivore vissen, de vegetariërs van het rif, want op die koralen die je net gezien hebt, die helemaal wit zijn, daar gaan dan algen groeien. En dat is goed voor de papegaaivissen en de doktersvissen. Die eten die algen daarvan af. En die... Ja, die zie je ook best veel. Hè? Ja, die zie je best veel. En die nemen toe en alle andere vissen nemen af. Ja. Dus je krijgt een enorme verandering van het ecosysteem koraalrif. En dat is nu zo ernstig dat... Uh, ja, Ik zei, Jean-Michel Cousteau vertelde 30% is ziek. Nu moeten we zeggen, 0% van alle koraalriffen in de wereld is nog echt gezond. 0%. Ja. En inderdaad, die mensen die nu naar de Ratja Ampad gaan en die prachtige riffen zien, die zeggen: Ja, maar ik ben in de Ratja Ampad geweest, ik, ik ook. Hey, maar ja, ik heb uh, ook gezien hoe de niet-bedoken riffen zijn. Ja. Snap je? En dat is. Natuurlijk iets, net als met safaris is het zo dat we moeten oppassen dat we niet met een cultuur bezig zijn waar we nog iets in mooie staat hebben gezien voordat ja. het afneemt. En dat als een gegeven accepteren. Ja. Ja. Want het gaat me helemaal mis. En, uh, ja. um, en, en, vorige keer hadden we het ook over. Ik heb hem daarna nog een keer gezien. Maar dan de uitgebreide versie van het filmpje van Die Duiker. Die door zeeën van plastic ja, ja, gaan ja. en die dat heeft vastgelegd om te delen met de wereld, ja. ja, dan denk je, als je dat ziet, dan denk je, dit valt nog wel mee. Ja. Um, het gevaar is dat we het beginnen te accepteren. Ja. Het gevaar is dat we het als een soort, zo is het nou eenmaal. Jij. ja en ja, ja, nee. Uh, um, het is namelijk zo dat ook steeds meer mensen zich bewust worden van het probleem. En er iets aan willen doen. En dat is wel een groot verschil met toen ik hiermee begon tien jaar geleden en nu. Dat er echt veel meer mensen op de hoogte zijn van de problematiek. En er ook wel actief iets aan willen doen. En het zijn vooral, en dat vind ik zo leuk, jonge mensen die zich bij ons melden. Van, ik wil vrijwilliger worden bij C-First. En dat is natuurlijk fantastisch. En wat kunnen ze dan doen? Wat gaan oh, ze kunnen? Heel veel doen. Ze kunnen voor ons onderzoek doen. Ze kunnen, dat kan een, een Google search zijn. Dat kan een wetenschappelijk uh, onderzoek zijn. Dat kan lesgeven zijn. Dat kan helpen met het opzetten van onze evenementen. Dat kan uh, zijn uh, het bedienen, het, 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 het bemannen of bemensen. Sorry, genderneutraal van onze stands ja. hè, die we hebben. Uh, want bij elke lezing die ik geef, hebben we ook een stand. En bij elk evenement hebben we ook een stand. Met producten zoals dit. Kunnen mensen kopen. Een deeltje, uh, de winst, is altijd voor Sea First. Uh, onze jongste dochter, Femke, maakt bijvoorbeeld hele mooie sieraden. Uh, van duurzame materialen. En maar voor de duidelijkheid, want jij zei ook. Niemand ja. verdient iets bij Sea First. Nee. Nee, het is vrijwillig. Jij ook niet? Nee, niks. Um, en het doel die... is educatie. Het doel is voorlichting. Wij zijn dus geen. Activistische organisatie in de zin van uh, Greenpeace en uh, Sea Shepherd. Daar ja. ben ik jaloers op hoor. Ik zou ook naar Antarctica willen en op zo'n boot en, en de Japanners van, dat, van die walvisjacht afhouden. Maar misschien ben ik daar niet dapper genoeg voor, dat weet ik niet. Maar uh, misschien als ik de kans zou krijgen zou ik het alsnog wel doen. Maar in ieder geval, nee, wij zijn uh, activistisch bezig in de vorm van educatie. Ja. En nooit met moeten. We, moeten. we laten de mensen zelf invullen. Wat ze kunnen nou ja. of willen doen met mijn verhaal. Ja, en dat eh, je ziet... Het, de een kan ook. Als je, als, je, als je dus activistischer wil zijn, dan ga je naar ja. Greenpeace. Als je, meer, ja. als je wat rustiger bent, dan ga je jullie helpen. Zeker. Als je de, de, de zeeën ja. uh, wil schoonmaken, dan ga je naar Boyan Slat. En als je, daar, uh, ja. als je de stranden wil schoonmaken, dan ga je naar de ocean cleanup. Bij jullie ons hoor, We doen schoon. dat een paar keer per jaar, ja. ja. Beach cleanup. Kijk ja, beach op beach onze website, ja. volg ons op Facebook ja. en je ziet wanneer die beach cleanups zijn. We doen dat trouwens nu ook met uh, firma's. We hebben Hoe dat. Je firma's? Uh, nou, bedrijven. Uh, mag ik namen noemen eigenlijk? Dat weet ik niet. De, de, be... We hebben pas een bedrijf VV. gehad, een heel bekend camerabedrijf, laat ik het ja. zo maar zeggen, uit Amsterdam. Ja. En die, uh, ook waar ik ja. mijn foto's altijd mee gemaakt heb, maar daar had het niks mee te maken. Die uh, hebben contact met ons opgenomen en die zeiden we willen iets doen aan duurzaamheid. Nou, ja. we hebben gezegd, wat vinden jullie van een beach cleanup? Is dat, is dat leuk om te doen? Ja. ja vonden ze fantastisch. We zijn daar geweest, we hebben daar uitgebreid over gesproken. Een van onze vrijwilligers heeft dat uh, helemaal georganiseerd in een strandtent in Noordwijk. Wat is daaruit voortgekomen? Dat de CEO, Japanne van dat bedrijf, die vond het zo belangrijk... dat hij wil mij nu laten spreken op een grote internationale vergadering. De kantine is nu één dag in de week helemaal vegetarisch... Dus er komen, ja, er komen allerlei dingen leuke dingen ja. uit. Maar ja, dat is natuurlijk eigenlijk, dat is ja. wat ik bedoel met dat virus, ja. dat mensen dit gaan doorlaten ja. laten in hun dagelijkse dag, Precies. bij hun bedrijven, bij hun ja. dingen, dat je dat soort dingen gaat bedenken. Ja. Um, als ik nu zeg dat we nog maximaal vijf minuten hebben om Hoi. dit af te ronden. Wat is dan nog wat we gaan. Wat wil je nog meegeven over het Koraal? Nou, wat, ik, wat ik zelf heel belangrijk vind, is dat uh, ontzettend veel mensen in de wereld honger hebben. Uh, ruim 850 miljoen mensen. Dus een kleine miljard mensen heeft honger. Ja. En een kleine miljard mensen is afhankelijk van de zee. En al die problemen. Want de, de, het voedsel uit de zee is dus heel hard aan het verdwijnen. Maar al die problemen, honger op het land, honger uh, van de mensen die afhankelijk zijn van de zee. die zijn allemaal dus op te lossen. Op een relatief eenvoudige manier. Namelijk? Nou. Door ons gedrag in het westen, in het rijke westen, door dat wij ons anders gaan gedragen, dat wij inderdaad onze dierlijke consumptie gaan verminderen. Want eh, er is uitgerekend dat als straks de mensen in Azië en Afrika, Afrika loopt nog een beetje achter, hè, maar in Azië zie je al dat de mensen rijker worden, Zuid-Amerika ook, en dus meer dieren gaan consumeren. Maar als Afrika daar ook nog bij komt, dan hebben we, dat is uitgerekend, drie planeten nodig. Ja. Dat kan niet. Nee. We hebben meer dan genoeg voedsel voor iedereen. Maar van plantaardig aard. Ja, van plantaardig aard. Maar nu gaat daarvan ruim 65% naar de dieren. Eten we minder dieren, kunnen we veel meer voedsel voor mensen maken. En hoe triest is het? Ik bedoel, kijk naar Senegal even. Dat, dat schiet me nu ineens te binnen. Daar, daar heb je ongeveer 9000 lokale vissers. En dan komen ineens die hele grote fabrieksschepen. Uh, die betalen een fooi hoor, voor die fabrieksschepen. Die betalen een fooi aan uh, de overheid van, uh, van Senegal. Nu is het afgelopen, er is een nieuwe president en die is niet corrupt. Uh, en dan kunnen uiteindelijk die vissermannen die kunnen hun vis terugkopen nadat het via Europa weer ja, ja. Ja. uitgevoerd wordt ja, ja. naar Senegal. Ja, ja. En dan betalen ze drie dubbele. Maar, ja. Want één zo'n fabriekschip vangt in één maand... wat 9000 vissers in een heel jaar vangen. Ja. En de oceaan raakt leeg. Ja. En dat vind ik verschrikkelijk. Ja. En die mensen die dus allemaal honger hebben in Afrika... en waar dan ook, die kunnen we... Perfect helpen. Het is nog erger, want de tarwe, de maaien. Wat is dat schip? Kunnen we dat schip ja. laten stoppen? Nee. Nou, het is Nederlands, Nederlands schip. De fabrieksvisverrijsschepen. Ja. Zembla die daar... heeft daar een uitzending over gemaakt. Piraterij op zee heet dat. Ja. Het gaat over Pijlenvries en van, van de Plas. Dat zijn kolossale fabrieksschepen die echt met gigantische netten. Sommigen kunnen 13 Boeing 747 in. In één ruk gewoon alles Schepen meenemen. Ze de ja, met enorm veel bijvangst. erbij. Alles gaat Nieuwe dood erbij. overboord. Ja. Heel veel zeevogels. Dat gebeurt veel, nog steeds. Nog steeds. En dat leidt tot de vis die jij in de winkel koopt. Juist. En wat kan iemand doen als hij wil zorgen dat de vis die hij eet daar niet bij hoort? Hoe garandeer je dat je... Wat, wat voor vis kan je nog kopen om daar niet bij te horen? Da, nou, is dan, dat Noordzeemakreel? Nou wat ik nee, vaak dan hoor. zou je kweekvis moeten eten... waarvan je zeker weet... dat die op duurzame wijze uh, gekweekt is. Zonder... Hij is ook helemaal... vis uit zee te eten. Ja, wat ik wil zeggen. Dat is, maar dat weet ik. Dat is, er zijn, er is, uh, wat was het ook weer? De zalm is eigenlijk een vleeseter, die eet veel anchovies. Maar tegenwoordig hebben ze uh, visvoer gecreëerd, wat plantaardig is, waardoor ze eigenlijk vegetarische zalm creëren. Alleen het probleem met die farms... Is in Noorwegen, dat als je daar de bodem ziet, dan word je ook niet vrolijk. Want dat... dat allemaal dood, allemaal dode dood, Door de, door, de dood. De poep, door de poep van die beesten gaat alles dood. En dat is, ik heb dat gezien niet in Noorwegen, maar in Peru van. is verschrikkelijk. Ja. Is verschrikkelijk. Dus er is geen goed nee. alternatief en, en, voor en vis. Ik moet er meteen dan. bij zeggen dat die vegetarische zalm, die bestaat nog niet hoor. Er wordt een deel uh, van soja, uh, men heeft alles geprobeerd hè, soja en wormen en, en insecten en... Uh, om het toch nog een beetje dierlijk te houden. Maar er wordt nog altijd een derde van de totale visvangst gebruikt om voer te maken voor vis. Ja. Voer te maken voor varkens. Voor de kweekvis, Voor kippen. Ja. Kippen en varkens. Ik weet niet of je ooit een kip of een varken een vis hebt zien vangen. Nee, want dat <laughs> eten, ze van, eten ze van nature niet. En toch krijgen ze dat ja, te ja. eten. Ja. We maken, we maken er eigenlijk een soort carnivoren van. Ja, dat huh? is krankzinnig. Ja. Is krankzinnig. Ja. Maar daar maak ik me dus wel heel druk over... dat er zoveel onrechtvaardigheid in de wereld is. Dat de mensen helemaal geen honger hoeven te hebben. He, ja, dat, ze, ik heb, ik, dat we hun vissen wegvangen en, en, en hun zeeën vervuilen op een gigantische manier. Terwijl ze daar wel van moeten leven. Ik heb een ongelooflijk plezier... In het feit dat wij hier met z'n tweeën op café Welsmerts als boodschap uitdragen: mensen, word vegetarisch. Uh, uh, word, uh, ga in ieder geval minder vlees eten, minder word vis eten. Eiriger. Wees bewuster van wat je eet ja. en probeer steeds meer. Ik probeer de lol van het vegetarische eten te ontdekken. Absoluut. Hè, in plaats van de armoede. Uh, er fantastische, staan fantastische boeken. Ja, ja zeker. Er is van alles. Ik kan daar ook zelf nog wat nodigen over. Er over, is uh, dus allerlei inspiratie mogelijk. Er zijn fantastische koks die vegetarische workshops geven. Zeker. Uh, omdat ze het licht gezien hebben, eigenlijk. Hè. Ja. Um, en eigenlijk is dat dus iets wat als je zelf iets wil doen aan. Tegenhouden van de verzuring van de zee. Tegenhouden van uh, de, de, de schraling van, van uh, de kraamkamers van de oceaan. Dan, dan zelfs, is ja. dat gewoon het eerste wat je moet gaan doen. Helemaal juist. Dos, dankjewel. <laughs> het was weer een leuk gesprek. Maar, waar gaan we het de volgende keer over hebben? Uh, Daar moet ik eens even over nadenken. Er zijn nog zoveel onderwerpen. Ik denk dat uh, vervuiling, want dat hebben we eigenlijk nog niet goed besproken. Uh, vervuiling van de oceaan, dus ook onze gezondheid. Heeft daar heel veel mee te maken, dat dat wel een heel belangrijk onderwerp is. En daar hoort natuurlijk plastic bij. Ja. Je zou kunnen zeggen dat verzuring ook een vorm van vervuiling is door CO2, maar uh, daar willen we het dan niet over hebben. Maar vooral al die chemische verbindingen die in de zee terechtkomen en wat dat voor consequenties heeft. En die meneer van de Universiteit in Maastricht? Daar wil ik dolgraag ook mee praten, maar dat gaan we eens bespreken hier dat, is een, met, dat, is een, uh, dat is een ander onderwerp. Ja, een he? ander onderwerp. Maar wel, ja, het nieuwe eten. Maar het. het Sluit naadloos hierbij aan. Ja. Dat gaan we straks even bespreken. Café-weldsmerz. <laughs> uh, volgende keer over uh, gezondheid van het menselijk lichaam in, in, in de vergelijking tot dat wat je eet. Een voorbeeld. Ja. Ja. Dank je wel. <laughs>